Yo mensen, vet dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Zoals jullie hebben gezien, gaan we vandaag weer wat nieuwe Pokémon kaarten openen hoor. Deze keer zijn ze van Temporal Forces van Scarlet en Violet. Sorry voor mijn slecht Engels accent. Het is lang geleden dat ik nog eens kaarten heb geopend, dus let's go. Oké, dan kunnen we nu eindelijk beginnen. We gaan het eens openmaken. We schuiven het eruit. Natuurlijk hebben we hier weer een boekje met de uitleg denk ik over de card game. En dan gaan we nu de doos openmaken. Eens kijken wat we hier hebben. We hebben, ja, noemt je dit zo van die schijfjes zijn dit. Eén van vuur en één van geen idee wat dit is. Dan hebben we ook nog wat dobbelstenen. Dat is waarschijnlijk voor die game te kunnen spelen zijn. En hier hebben we, ik ga eerst het eruit nemen. Hier hebben we dus deze kaarten nog. Gewoon allemaal vier dezelfde. Dit zijn wel mooie kaarten hoor. Ze geven zo'n mooi glimmend effect. Maar oké, we gaan verder. Dan hier hebben we nog de pakjes natuurlijk die we gaan openmaken. We hebben er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, het is echt lang geleden dat ik die pakjes hier nog eens heb opengemaakt. Dus het is echt weer een goed gevoel hoor. En dan zit er nog in, nog zo wat sleeves denk ik. Waar dat je je kaart dan kunt insteken. Oh, dat zijn wel echt mooie sleeves. Met dat paard vind ik sowieso altijd al echt vetter uitzien. We hebben natuurlijk hier weer een code. Maar hier ga ik nog eens een aparte video over maken over wat je hier juist allemaal mee kunt doen. Oeh, hier zit ook nog een gekke kaart in. Wel een mooie kaart. Van Iron Thrones. Ik wil niet die kaart verscheuren. Oh, dit is wel echt een mooie kaart. Beetje glimmend. Altijd welkom. En dan heb je hier nog een hele pak aan kaarten. En dit zijn, zoals ik al dacht, allemaal energy kaarten. Mooi. Maar dames en heren, dat gaat nu over naar het echte werk. En dan gaan we nu de pakketjes openmaken. We beginnen met de eerste. Ik weet wel niet echt meer wat de truc was. Volgens mij was het eentje van de laatste afnemen en die dan van boven leggen. Als ik ze open krijg. Dit is het, de code weer. Die leggen we gewoon bij de stapel. En dan eentje eraf nemen, zo denk ik. En dan omdraaien. Ja, dus dan krijgen we eerst de energy. Oké, dan kunnen we nu gaan beginnen. Hè. Dus ja, weer de energy zoals ik al zei. Metting. Karkel. Grotel. Oh, deze is wel vet. Dit was vroeger een van mijn favoriete Pokémon's. En ik wil trouwens, het doel is om een Gengar te vinden hoor, dames en heren. Finizen. Charpero. Oh, die is wel een mooie tekening. Metagross. Roserade. Is een beetje glimmend. Er is gewoon een Grubbin. Nog een glimmende. Oh. Greytusk. En een Fluttermane. Sorry als ik de naam verkeerd uitspreek hoor. Oké, dan gaan we over naar het tweede pakketje. Dit is wel echt nog zoals vroeger. Echt moeilijk open te krijgen. Ik wil het wel met een schaar doen. Maar als ik dan in de kaart knip. Er zit net een dure in. Ja, dan ben ik de lul. Oké, codecard. Deze steken naar achter. Energy kaartje. Nuzleaf, Mincino, Rockruff, Litten, Cincino, Sableye. Oh, dat is ook een van mijn favoriete Pokémon's vroeger. Greytusk. Heb je niet een Greytusk gehad? Ik ga eens kijken. Oh ja, dit is gewoon de glimmende. En een normale hebben we. Hier Sableye, gewoon hetzelfde pakketje. Twee keer dezelfde, maar weer een glimmende en één normale. Dan Dunspears en Melmetal. We gaan direct naar het derde pakketje. We hebben geen tijd te verliezen. Vinden jullie nu deze video's leuk? Dan zeker dat blauw duimpje omhoog. Abonneer. Want er komen sowieso nog meer Pokémon video's aan hoor. Weer de Energy. Kan ik dit echt eens uitspreken? Rellore. Ponyta natuurlijk. Chatots. Cottony. Future Boost Energy Capsule. Oké. Iron Hands. Nog een trainerkaart. Navi Baiten. Oh, die ziet er wel vet uit. En dan weer de glimmende. Oh, ik heb al een goede kaart precies gezien. Bronzor. En, oh, Torterra X. Dit is wel echt een mooie kaart. Als er trouwens iets van waarde tussen zit, laat ik sowieso het bedrag zien in beeld. Oké, dit is het vierde pakje, denk ik. Ik ben al mijn tel kwijt ondertussen. Oké, Electric Energy. Meryl, Golet. Oh, even de kaarten goed steken. Dunspears, die heb ik weer al eens. Snom. Kratusk, weer al de normale versie. Trainerkaart. Shiftry. Shaymin. Oh, een beetje holographic. En. Oh, er zit een goeie achter, denk ik. Ik heb al eens een beetje gespeakt. Sinsono weer, denk ik. En Iron Leaf X. Deze past perfect bij de doos, natuurlijk. Oké, ik heb nog 5 pakjes over. We zijn al over de helft. Het gaat sneller, dames en heren. Vergeet dus zeker niet te abonneren, want ik ga binnenkort hierover een video maken. Over dit online spel of dat je code kan redeemen. Dus vergeet zeker niet te abonneren, dat jullie die video zeker zien. Oké, en we krijgen
Een basic energy card natuurlijk. Rosalia. Dit is een bekende Pokémon die ik altijd krijg op Pokémon Go. Cutiefly, Drillbur. Trainerskaart weer. Heerlijk. Ziet er lekker uit. Delcatty. Slugma. Is deze? Ja, dit is een beetje holographic. Mooi. Chatot weer al, maar deze is holographic die daarnet niet. En oh, Drumpa. Dit is wel echt een mooie kaart. Het is echt lang geleden dat ik nog eens Pokémon kaarten, zoals ik daarnet al zei, heb geopend. Dus ik ben niet zo helemaal meer mee met de waarden en zo. Dat zoek ik wel achteraf nog op, maar we hebben het wel gemist hoor, dames en heren. Oh, zo knip ik nu in de kaart. Oeh, dat scheelt niet veel, denk ik. Ik denk Vuur Energy. Kom aan. Pikachu. Oké. Gastly. Oeh, we zijn bijna bij die Gengar, hoor. Dit wil ik echt gewoon pakken. Een goede Gengar. Weer een Sensino. Weer al. Altijd gek bij die Pokémon-naam. Ook weer een Sableye. Echt al veel dubbele. Metagross. Oh, deze ziet er wel goed uit. Solosis. En. Oeh. Mireidon. Oké, ik heb nog. Na deze heb ik nog 2 pakjes over. Code card. Ik denk Electric Energy. Oeh, nee, daarnaast. Weer een Solosis. Kitty. Electrabus. Bramblin. Lightius. Weer een trainerkaart. Die hebben we daarnet, denk ik, gehad. Of een andere soort. Booster. Energy. Iron Threads. Jumper. Een beetje holographic. En Rapidash. Wow. Ook zo holographic, mooi. En, Victrio, een X-kaart hoor. We hebben hier al een hele stapel. Oké, ik heb dus nog 2 kaartjes over. Ik stel voor dat we deze als laatste doen, want ja, deze hoort wel het meest bij de box. Dus die zetten we even hier. Die geur ook, zo die kaartjes meegeven, dat is echt gewoon zo lekker. Het geeft echt zo'n nostalgiegevoel hoor. Oké, Co-kaart weg. Deze, ik denk, Water Energy, die hebben we nog niet gehad denk ik. Maar nu is het wel een Vuur Energy. Oh, zag ik daar nu een goede glimmende van achter zitten? Bronzor, weer al. Oh, dit is mooi. Mightygaina. Dat ga ik zelf niet uitspreken. Haunter, kom aan. We moeten die Gengar hebben hoor, dames en heren. We hebben al denk ik een Gastly gehad en nu een Haunter. Kom aan jongens, we zijn echt heel dichterbij. Keldeo. Iron Jugulis. Delmice. Weer dezelfde energie zoals daarnet. Allee, booster energie. Maar deze is holographic. En dan nu Grotel. En Feraligatr. Oké, dames en heren, het laatste pakje. En dat is het al jammer genoeg gedaan. Dus de laatste code card. Energie steken we naar achter. Draaien we om. En nu is het wel de water energie. Ik heb maar geen geluk hoor met het gokken. Groenmeesh. Lickitung. Slugma weer. Trainerskaart. Weer een trainerskaart. Rimbombee. Een beetje holographic. En dan nu de laatste, denk ik. Of zit er nog een achter? Ik weet niet. Oké, de voorlaatste. En nu de laatste. Ja, ik had het beter verwacht. Dus dit is zo wat het resultaat, hoor, dames en heren. Een hele hoop energiekaarten. Maar ook heel veel gewone kaarten, hoor. En deze prachtige sleeves om ze in te steken. Tuurlijk, ja. Dit nog. Deze mooie badge, zo noem je het. En nog wat mooie dobbelstenen. Maar mensen, dit was de video. Hopelijk vond je hem leuk. Dus zeker dat blauw duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren, want er komen zeer leuke video's aan. Dat beloof ik jullie. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Ciao.